2015 zou wel eens het jaar kunnen worden van Roberta Petzold. Als veelzijdig kunstenares timmert ze al jaren aan de weg en nu speelt ze ook nog een hoofdrol in een nieuwe internationale film van regisseur Eddie Terstal, Meet Me in Venice. Vanavond is de première. Reden om eens een keer langs te gaan bij Roberta Petzold. Hi. Robert Bianchi. Kom maar. Ik heb net een jurk gevonden. En ik ga hem even laten zien in de keuken. Aan Nana, die kon me helpen mooi maken. En mijn vader, die loopt nu binnen. Koffie voor de camera. Oh, dankjewel. Als filmster kan je er maar beter goed uitzien op een première. En daarom worden er al vroeg voorbereidingen getroffen. Niet eigenzinnig genoeg. Dus je bent speciaal uit Griekenland gekomen om die première van je dochter mee te maken. Dus je bent eigenlijk een hele trotse vader. Ik ben apetrots. Ja? Hoe voelt het om een filmster te zijn? Dat gevoel heb ik nog niet. Nee? Maar soms heb ik dat. Dat hangt natuurlijk helemaal van de context af. Maar je bent ook nooit echt. Je hebt nooit echt jezelf als actrice gezien, of wel? Ja, de laatste tijd wel meer. Maar met Deal, die eerste film, nog niet. En het is natuurlijk. Het heeft een hoog soort popcast gehalte. Als je op een festival bent, of we zijn naar een festival in. Nee, we zijn naar China geweest met een filmdelegatie. En dan word je natuurlijk zo behandeld als filmster. En dan is het leuk om dat spel te spelen, maar of ik me zo in het dagelijks leven voel, nee, dan voel ik me gewoon Roberta, die heel veel verschillende dingen doet. Ja, meer dan een filmactrice. Ja, nou, het is, soms ben ik een kunstenares, soms ben ik een picknicker, soms ben ik een vagebond, zwerver, soms ben ik filmster, soms ben ik dichter, sjamaan. Dus ja. Je bent wat je doet. Connie. Dus als ik acteer, ben ik inderdaad actrice. Ja, maar je hebt nooit een opleiding gehad voor actrice? Of, Nee, autodidact. Ja. Autodidact, ja. Ja. Ik ben op reis geweest met Mauro. Mauro is jouw opa. Mijn vader. Ik kende hem niet voor deze week. Hij is een man die heel veel geschiedenisdingen weet. Prachtig op muziekinstrumenten kan spelen. En het is een vreemde man. Dit is een elixir dat ik heb gemaakt van komkommer en citroen. Okay. Ik probeer nu al mijn beautyproducten zelf te maken. Ik maak ook mijn eigen tandpasta. Ik was mijn haar met roggemeel en mijn shampoo is appelazijn. En dit is tegen ballen. En ga ik straks 2 watjes inleggen en dan ga ik liggen. Hey, maar wat verwacht je straks? Mijn referentie is natuurlijk vorige keer. En dat was in het AI Filmmuseum in Amsterdam. En nu is het in de Bali, dus het is een stuk kleiner. Wat ik denk ik fijner vind. Omdat toen was het heel erg een soort van schizofreen. Ik kon met niemand echt contact maken, want ik moest met iedereen tegen iedereen hallo zeggen. Dus ik hoop gewoon dat de mensen van de film genieten en dat ik wat leuke gesprekken heb en dat ik me relaxed voel. Meet Me in Venice is de tweede speelfilm van Eddie Terstal waarin Roberta speelt. In de film speelt ze de rol van Lisa. Lisa reist af naar Venetië om daar haar Italiaanse vader Mauro te ontmoeten. Ik denk dat deze film wel op zich een breder publiek zou kunnen aanspreken. Maar vorige keer was ik ook een beetje zo, ik weet niet of ik wel wil dat mensen te veel bekendheid krijgen. Jij wil niet te veel bekendheid krijgen? Nee, daar was ik... Ik was een beetje... Verlegen. Ik hou ervan om ook wel een soort schaduw te bewegen en onzichtbaar te zijn. En nu ben ik er wel klaar voor om gewoon er te zijn. Te zeggen wat ik te zeggen heb. En wat had ik me eigenlijk voorgesteld bij mijn vader? Hoe is het om een vader te hebben überhaupt? Hoe zou hij het vinden om mij te ontmoeten? Was hij zenuwachtig? Hoe klinkt zijn stem? Lijk ik op hem? En ben je trots op de film? Ja,
Ja? Trots op. Je bent ook trots op je eigen acteerwerk? Naar omstandigheden, ja. Ik zie nog best wel veel momenten waarvan ik denk, oeh. Ik heb me gisteren ook wel gegeneerd. Toen hebben we de voorvertoning gezien. Maar ik had twee vriendinnen van de Rietveld en die zijn vrij kritisch. En die zeiden dat ze geen moment twijfelden. Dus dat is heel fijn. Ik heb gewoon mijn best gedaan en ik ben inderdaad niet opgeleid als actrice. Dus ik heb niet heel veel techniek en ik heb met de interpose van 2 jaar heb ik de tweede film gemaakt. En er tussendoor doe ik af en toe wat klussen, maar niet dat ik daar constant mee bezig ben. Dus ik vind dat ik dit goed heb gedaan. Lisa. Ja. Yes. En de rol die je speelt, kun je je daar makkelijk mee identificeren? Nee. Het is een vrouw die heeft eigenlijk een beetje een soort Phoenix-wijk leven. En ze weet eigenlijk niet heel goed wat ze wil in het leven. En dan ontmoet ze haar vader die heel erg bohemiaan leven heeft. En meer artistiek is en veel vrienden en muzikaal. En dat trekt haar aan, dat soort gypsy leven en die vrijheid die hij heeft. Maar tegelijkertijd is ze ook boos op hem, omdat ze hem, hij heeft 28 jaar niks van zich laten horen. Dus ze laveert tussen het controle houden en zich overgeven aan die lust naar avontuur en leven. En die tweede helft, daar kan ik me makkelijker mee identificeren dan het soort ingeperkte leven wat ze. Maar zij moest uitbreken, maar jij bent al uitgebroken, zeg maar. Is dat het? Jij kan je niet identificeren met de Phoenix? Nee, moeilijker. Maar je bent zelf wel een gypsy. Ja. I was sincere, okay? I play no games, okay? I don't know what the fuck is wrong with you. Fuck you. Dat je er nu beter klaar voor was dat je een ster zou worden. Dat heb ik niet gezegd. Ster, nee. Nou ja, een beroemde Nederlander misschien wel. Ja, dat zijn allebei woorden waar ik een soort van rare smaak van krijg. Ja. Ik ben er klaar voor om in het licht te treden in die zin dat ik meer mijn plek in de wereld durf in te nemen, nu. En of je daar nou BN'er of ster of beroemde actrice, het zijn allemaal van die labels die er heel veel connotaties aan hangen waar ik me niet echt in thuis voel. Maar ik denk wel dat ik hier ben om te performen. Dat wel bij me hoort en dat ik graag dingen communiceer met een publiek en dat ik dingen te vertellen heb. En dat ik dat graag wil delen. Ja, en dat je nu een première beleeft met jezelf in de hoofdrol, dat kan daarbij helpen? Of is dat gewoon een onderdeel ervan? Precies, het kan erbij helpen en ik vind de film ook dat het iets moois vertelt over het leven. Dat het gaat over contact tussen kinderen en ouders. Wat volgens mij ook heel belangrijk is. En over jezelf, over zelf worden. You don't call for 28 years. You don't respond to my emails. Then you ask me to come over to Venice and drag me to God knows where. And now I want something you tell me it's a no-go. So we'll be one day less in Istanbul. Deal with it. I didn't want to go there in the first place. It was your idea. Have a nice day. Enjoy it. Fucker. Oké. Okay. Je hebt de sleutels, je sluit alles goed af, hè? Ja. De balie. Bij de Leidse Kade daar. Ja. Leidseplein of hoe heet het daar? Karel Doorman Kade. Karel Doormanplein.
Ik denk dat het erom gaat dat je ontdekt wie je bent. En dat is een constant proces dat in beweging is. Maar dat je jezelf werkelijk toestaat om al die lagen die eronder liggen tot expressie te laten komen. Om met jezelf echt op ontdekkingstocht te gaan. Heb je nou het idee dat je als meester moet opvallen nu, omdat je de hoofdrol hebt? Ik moet helemaal niks. Nee, maar je voelt je toch een beetje, hè? Iedereen kijkt naar je. Dus. Ja, dan kan je maar beter dragen. Ben je nog zenuwachtig of ga je nu gewoon doen? Go enjoy the watch the show. Alright. Nee, ik ben niet echt nice. Zenuwachtig. Oké, okay. Nou in ieder geval bedankt voor je medewerking. Alvast. Doei.